Wij leven in luxe. We kunnen elke dag naar school, we hebben schoon water, we hebben stevige goede kleding. Veel van ons zien deze dingen niet als luxe. Dat zou ze eigenlijk ook niet moeten zijn. Maar toch zijn er aan de andere kant van de wereld honderdduizenden mensen die deze luxe niet hebben. Die niet naar school kunnen, die geen schoon water hebben, die geen goede stevige kleding hebben. Dit vind ik jammer, want wij hebben de middelen, de kennis en het geld om deze mensen een betere toekomst te bieden. Maar waarom doen we dat dan niet? We houden onze oogleppen stevig op en doen alsof er geen probleem is, alsof deze mensen niet bestaan of alsof het probleem niet opgelost kan worden. Maar dan kan het zeker wel. We kopen liever een tweede overbodige telefoon. We verkwissen liever al ons geld in casino's. En kopen veel te dure merkleding omdat we ons geld spenderen aan iets wat echt doet. Het helpen van onze medemens. We zijn te geraakt aan onze welvaart en rijkdom en we lezen onder geen enkele omstandigheden. Zelfs niet in kleine hoeveelheden opgeven. En zelfs niet om een medemens te helpen, om iemand een betere toekomst te geven. Onze hebzucht, gierigheid en consumptiedrang staan ons in de weg. Maar het is nog niet te laat. Talloze goede doelen zetten zich dagelijks in om deze arme mensen een betere toekomst te bieden. De hoop te geven op een beter leven. Maar dat kunnen ze niet alleen. Wij moeten hen helpen in hun strijd tegen de ongelijkheden in de wereld. En dat kunnen we misschien niet als individu. En misschien moeten we wel als land, als continent of misschien wel als hele wereld samenkomen. En ja, dit lijkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik, weet, ik denk, nee ik weet zeker, dat als we samenkomen en onze krachten bundelen, we armoede compleet kunnen wegvagen. Zodat iedereen in de toekomst naar school kan, schoon water heeft en goede stevige kleding kan dragen. Dank u.